Vandaag, op de dag dat ik uw burgemeester ben, wil ik met u alle partners in de stad uit het sociale, het medische en het publieke gezondheidsdomein een essentiële stap zetten om gezondheidsachterstanden te verkrijgen. Ik hoef u gelukkig niet te vertellen wat het zijn, gezondheidsachterstanden. Ik hoef u ook niet te overtuigen van de urgentie hiervan. Dus we gaan aan de slag. De inwoners van deze stad, de mooiste stad van Nederland en de kwetsbaarste onder hen in het bijzonder, die verdienen professionals die in hun kracht staan, die energie krijgen van hun werk en van samenwerken en die weinig tijd en moeite hoeven te stoppen in zaken die niet bijdragen aan de kern van onze missie, kansenongelijkheid de stad uit. Schrapsessies vliegen ons om de oren vanuit de noodzaak om meer met de patiënt, de cliënt, de burger, de mens bezig te kunnen zijn. Daarom gaan professionals terug naar de basis en schrappen alles wat overbodig is. Ik, de burgemeester, ben hier helemaal voor, liever handen, hoofd en hart aan het bed, in het buurthuis en aan de keukentafel, dan achter de pc. Ik denk echter dat er toch nog meer nodig is voor wat ik vanaf vandaag professioneel gemak wil gaan noemen. Ik gun het professionals dat ze elkaar wat minder in de haren, ook in de weg zitten, en elkaar makkelijker kunnen vinden, begrijpen en aanvullen. Daarom begint het programma vandaag met een LSD-tripje. Want wat wordt de wereld toch mooi als we naar elkaar luisteren, de standpunten van de ander samenvatten en doorvragen naar de onderliggende overtuigingen en afwegingen, in plaats van maar meteen inhoudelijk te reageren. Als we dan met z'n allen zijn bijgekomen van onze trip, is het tijd voor het wereldberoemde duo Anna en Roen. U kent ze allemaal. Anna vraagt alles na, in plaats van dat ze aannames doet of invult wat de ander vast en zeker waarschijnlijk bedoelt. En Oen helpt haar daarbij. Die is namelijk altijd open, eerlijk en nieuwsgierig. Fijn. Ik zie om me heen op heel veel gezichten een blik van herkenning. Velen van u kennen Anna en Oen en zijn een groot gebruiker van LSD. Dan kunnen we vanmiddag met elkaar helpen om te begrijpen waarom we deze toppers toch zo vaak niet meenemen als we met elkaar samenwerken. Ten slotte, in de goodiebag die u na vandaag bij de uitgang krijgt, zit met dank aan de directeur van de GGD een kuurtje, waardoor u binnen 3 dagen geen last meer heeft van het hardnekkige ja-maar-bacterie. Met daarbij een nieuwe superfood, ja-en. Ja, het wordt me een dag hè, vandaag. Ik ben namelijk maar 1 dag burgemeester. Daarom ontvangt u over een week een link naar het webinar PIN, waarop u alle sterren, pillen en kuurtjes terugvinden en nabestellen. En ja, ook die naam is niet willekeurig. PIN is de astrologische naam voor het levenspad van de 8, de leider, de directeur. En omdat de 8 ook de eeuwigheid vertegenwoordigt, is dit professioneel gemak vanaf vandaag voor eeuwig beschikbaar via het webinar PIN. In Amsterdam.